te maken naar die twee leiders. Zo groot was het verschil niet. Ik telde 4 seconden. 4 seconden dus tussen met Daan Schilder en Hulk. We hebben natuurlijk ook echt goede veldrijders afgeleverd, zoals de familie Stamsnijder en de familie Leubik. En natuurlijk Kirsten Wild. Zonder twijfel, maar die was niet zo heel goed in het veld natuurlijk, hè? Op de baan vooral, absoluut. Die was vooral op de baan en Kirsten hebben we natuurlijk vorig jaar bij onze nationale veldrit gehuldigd. Daar zijn jullie toen ook bij aanwezig geweest en vandaag is ook nog even langs geweest. Er zijn vandaag 345 deelnemers gestart en dat is voor de jeugd, het veldrijden, is dat een heel mooi aantal. Vooral de grootste groep deelnemers komt natuurlijk uit Brabant, waar het cross natuurlijk heel erg bekend is. Wat vind je van het parcours hier in Almelo? Ja, de bultjes waren soms wel moeilijk, maar het was wel een leuk parcours. En je bent vierde geworden? Ja. Dat is een hele goede prestatie. Ja. Ben je er blij mee? Ja, eigenlijk wel. Ga je nog verder door in de wielersport? Ja, ik denk het wel. Ja? En dan is het nog steeds ouder, steeds grotere categories? Ja. Ja. Wat wil je bereiken? Eigenlijk eerst op het NK en gewoon doorgaan in de sport. Net als Marianne Vos? Ja, eigenlijk wel. Als je 7 bent, kun je echt wedstrijd gaan wielrennen. Of veldrijden in dit geval. Dat is categorie 1. Tot en met 13 jaar, dat is categorie 7. Dus dat is de jeugd. En dan hebben we ook nog vandaag de ID-cycling gehad. De renners met een verstandelijke beperking van onder de 18 en boven de 18. En zijn er daar ook veel van hier op het parcours aanwezig? Ja, ook die omkomst is groot. We zijn heel erg blij dat we ook in de breedte sport wat kunnen betekenen. En dat ook kunnen kunnen promoten. We krijgen zo dadelijk de prijsuitreiking om 5:10, heb ik begrepen. Wie gaat dat doen? We hebben de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie, Wouter Bos, hebben we aanwezig. Ik vind het schitterend. Het is een heel mooi iets van het veldrijden. Dat je eigenlijk op een heel klein gebied een heel ingewikkeld parcours kunt uitzetten. En als je daar als toeschouwer gaat staan, ja, je kijkt om je heen, dan zie je ze bij wijze van spreken wel 6 keer langskomen. Dus je kunt die hele wedstrijd meemaken. Dat is echt een dagje uit voor een boel mensen. En bij een wegwielerwedstrijd komen ze 1 keer voorbij. En dan is het gebeurd, als je niet uitkijkt. Maar hier sta je gewoon midden in het gebeuren, midden op het parcours. En dat hebben ze hier gedaan met een zandbak en met bulten waar je overheen moet. En met een trap en met balken. Echt alles wat hoort bij veldrijden is hier mooi neergelegd. Nou, toen ik jong was, zeg maar toen ik de leeftijd had van de jongens en meisjes die hier nu rondrijden, toen zag ik bij Studio Sport 's avonds al het veldrijden tussen Henny Stamsnijder en Richard Groenendaal. Dat was dan de eeuwige strijd. Dus Almelo heeft van oudsher echt grote namen voortgebracht in de wielersport. En daarna zijn er natuurlijk nog veel meer gekomen. En ook vandaag de dag rijden er hier bekende wielersporters rond. Dus Almelo heeft echt wat te bieden. En als je dan ook nog een keer in staat bent om het zo snel, zo goed te organiseren, ja, daar zijn we als KNWU natuurlijk wel trots op. Thank you.